De boodschap, de messenger gaat over Mohammed. Mohammed, de profeet. Profeet Mozes was fictief. Gemaakt, geschreven. Jezus was prachtig, maar fictief. Maria, fictief, bijzonder. Maar Mohammed is een mens. Ik wilde hem tonen. Ik wilde hem laten zien met wat hij was en wat hij is. Het product is een novelle geworden. Ik zal een stukje voorlezen. En het gaat over Mohammed. Want hij heeft zich als profeet voorgesteld. Hij gaat de straat op en hij roept iedereen, ik ben de boodschapper. Maar iedereen is tegen. Iedereen zegt, je bent een leugenaar. Je bent analfabeet. Je bent niet in de staat een boek te lezen. Laat de staat met een boek te komen. En hij verliest zijn hoop. Maar opeens komt Gabriel, Jibreel, uit de hemel. God, Allah, heeft hem naar Mohammed gestuurd. En hij zei tegen hem, tegen Mohammed, kom fanzer, Mohammed, kom fanzer, sta op. Sta op, Mohammed. Soudain, il entendit des pas, puis une voix. Mohammed, c'était l'ange Gabriel. Au nom d'Allah, par la clarté du jour, par la nuit, quand elle s'étend, ton Créateur ne t'a ni abandonné ni rejeté. Bientôt, il t'accordera des dons et tu seras comblé. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Il t'a prodigué un refuge. Il t'a trouvé errant. Il t'a montré le chemin. Il t'a trouvé pauvre. Il t'a enrichi. Viens, Mohammed. Lève-toi. Kom, Mohammed. Sta op. En begin met je boodschap. De Koran was het boek van ons huis. Mijn vader heeft het zo'n 700 keer uitgelezen. Maar ik niet. En dan kwam ik in Nederland, in Europa. En iedereen had het over dat verschrikkelijke boek. Gevaarlijk boek. Lelijk boek. En ik dacht, hey, mijn vader heeft het 700 keer gelezen. En nou, dit boek is zo fout. Waarom wist ik het niet? Voor het eerst begon ik in het Nederlands de Koran te lezen. En toen ik het las, dacht ik, hey, ik ga een Nederlandse versie van maken. Om mijn lezers mee naar langs de tuinen van de Koran te nemen. En toen ik het las, ontdekte ik voor het eerst Mohammed. Als persoon, als een man, als een dichter, als een politicus, als een leugenaar, als een rokkenjager en als een grootvader. En ik dacht, hey, die man moet ik op papier zetten. En toen schreef ik een novelle over Mohammed. Lees het en geniet ervan.